Wat is er met dit gebouw? Ja, dit gebouw is gebouwd in de jaren 30 na een ontwerp van Alexander Kropholler, architect Alexander Kropholler. En in 1990 is er een verzoek gekomen om dit museum uit te breiden. In het eerste ontwerp van de uitbreiding van architect Abel Cahen, was het idee om de nieuwbouw op de oudbouw te plaatsen. Dus om de uitbreiding bovenop het bestaande museum te situeren. Maar daar was niet iedereen blij mee. Hoezo niet? Omdat dan dit prachtige klokkentorentje en deze voorgevel zouden verdwijnen. Ah. Ja. Nou, hij is er nog, dus... Hij is er nog, want heel veel mensen die werden daar boos om. En die hebben zich ontfermd over de klok. Dus toen is er een nieuwe opdracht gegeven aan Cahen. En vervolgens heeft hij een ontwerp wat maar liefst 14 miljoen gulden duurder was dan het eerste ontwerp, heeft hij gemaakt. En dat bevindt zich aan de achterzijde van het bestaande museum. Het is een hele moderne uitbouw. Het museum is geloof ik al 4 keer zo groot geworden. Zo? Ja, doordat het anders allemaal vertraging zou opleveren, heeft hij snel een nieuwe opdracht gekregen. En heeft hij ervoor gezorgd dat de uitbouw aan de achterkant van het museum zou plaatsvinden in plaats van erbovenop. Waardoor dat prachtige torentje wat je daar nog tussendoor ziet, behouden is gebleven. Eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat dit torentje een soort van symbool is voor het protest tegen het eerste ontwerp van Cahen. En met al die inspraak en al die regels en al die wetten krijgen we daarmee wel de beste architectuur. Zouden we niet nog een keer serieus naar het eerste ontwerp van Cahen moeten kijken? En verdient dit dus een plek in de Stad van Nederland?